En dan schakelen we nu voor de laatste keer in dit seizoen over naar Studio 4, naar Karel van der Graaf. Goedenavond. De hele wereldpers is er voor overeind gekomen. In een graf in Brazilië zijn de botten gevonden van een man die misschien wel Jozef Mengele is geweest. Onder overstelpende belangstelling zijn de stoffelijke resten van een voorlopig dus onbekende in handen gesteld van een patholoog, anatoom. En wat ons nou intrigeerde was, hoe komt zo'n man er nou ooit achter van wie die botten feitelijk zijn geweest? Wat doet zo'n man? In de studio is zo'n man. Hij heet Harry Jonge en werkt al 17 jaar aan de identificatie van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. In dienst van Haar Majesteit bij de Koninklijke Landmacht, bij de Gravendienst. Meneer Jonge, goedenavond. Hoeveel gevallen hebt u in de loop van die 17 jaar eigenlijk onder handen gehad? Kom maar dichter bij de tafel. Op dit moment heb ik zo gemiddeld 2 tot 3 per maand. En ik zit al 17 jaar dus in dit vak. En als ik dat ga uitrekenen, dat ik 2, 3 per maand opgraf, dan blijkt dat ongeveer 300 gevallen te zijn. Zuiver alleen dus wat betreft de identificaties van gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En in hoeveel van die 300 gevallen hebt u een positieve identificatie tot stand kunnen brengen? Het komt ongeveer neer op 2 tot 3 per 10 gevallen die ik opgegraven heb. 20 tot 30%? Juist. Ik heb begrepen dat het heel belangrijk is bij een identificatie de leeftijd vast te stellen van iemand. Wij kunnen inderdaad met bepaalde methodieken kunnen wij de leeftijd bepalen. En zo is het dus mogelijk om bijvoorbeeld met dat enige feit een identificatie tot stand te brengen. Maar vertel eens, hoe leid je de leeftijd af als je alleen maar bordjes hebt om naar te kijken? Kunt u ze het laten zien en daarover vertellen? Nou, ik zou u bijvoorbeeld iets kunnen laten zien hoe wij een leeftijd kunnen bepalen. Ik zal daarom even wat laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld een stuk been meegenomen van een oorlogsslachtoffer waar we niet hebben kunnen identificeren. Maar wij kunnen namelijk aan de vergroeiing van het pijbeen met het gewricht de naad zien. Ik weet niet of dat zo duidelijk te zien is. Als u het stilhoudt is het altijd te zien. Dan, wat is het trouwens? Waar komt het uit? Dit is het scheenbeen dat wij dus gevonden hebben. En hieraan is duidelijk te zien dat deze persoon bijvoorbeeld niet ouder is dan 24 jaar. En waar ziet u dat aan? Ik zie dat aan de duidelijke naad die wij dus hier zien lopen. Want zolang een volwassen persoon niet uitgegroeid is, dan blijft er altijd een naad ontstaan. Het is zelfs zo duidelijk te zien dat ik zelfs dit kan verwijderen van het lange bot. En daarvoor heb ik hier een ander stuk bot meegenomen. En het is goed plakband. Hier is het helemaal duidelijk te zien. Ja. En als ik dit bot hier opzet, dan kunnen we dus zien dat dit hier oorspronkelijk opgezeten heeft. Ja. Wanneer ik dus nu een persoon opgraaf die 24 jaar of jonger is, dan kan ik dit zo verwijderen van het bot. Dat zegt dus dat gewoon los. Iets. Ja, dat zit er gewoon los op. Ja. De structuur die ik dan hier kan ontdekken in de binnenkant van het gescheiden bot, dat zegt mij dus weer iets over 16, 17 tot en met 24 jaar. Maar als iemand dan 50 is, dan zit dat dus al, ik weet niet hoe lang vast. Ja. Wat dan? Nou, 24 jaar gaat er natuurlijk vastgroeien. En dan is die naad eigenlijk dan niet meer te zien. Zelfs heel moeilijk te zien. Ik zal daarom hier deze persoon even laten zien. Ik heb hier opstaan een man, persoon van 42 jaar. En dan ziet u dus helemaal niet meer deze vergroeiing, deze naad. En daar. Maar hoe kom je dan aan 42? Wij kunnen dat dus gewoon aan de soort vergroeiing zien. Die naad die gaat dus op een gegeven moment helemaal weg. Ja. En dan zou je zeggen, ja, aan de buitenkant kun je dus niks meer zien. Nou, dan maken we dus nog een doorsnede van het bot. En dan ziet dat er zo uit. En dan kan ik dus aan de binnenkant van het bot nog eens een keer kijken hoe dus de structuur gelopen heeft. En als het goed te zien is, dan ziet u dus hier een lichte streep lopen door het spongiosa, zoals wij dat noemen. Wanneer dat nou fijnmazig is, dan spreken wij over een jong persoon. Ja. En als het dus grofmazig is,
dan spreken wij over een oud persoon. En als je nou maar lang genoeg in dat werk zit en lang genoeg fotootjes hebt gemaakt en het zeker hebt geweten, dan weet je op een zeker moment tot binnen redelijke grenzen de leeftijd van zo'n persoon. Alleen al aan de hand daarvan? Ja, aan de hand hiervan, door de praktijk ervan, doordat ik in de loop van de jaren echt een hele hoop opgaven verricht heb en waar we dus elke keer zo'n doorsnede van zo'n bot genomen hebben, hebben we dus voldoende vergelijkingsmaterialen gekregen om toch wel een leeftijdsschatting, je moet het natuurlijk bij een schatting houden, het kan 5 jaar boven zijn ware leeftijd zijn, maar het kan ook 5 jaar onder zijn leeftijd zijn. Maar een marge van 10 jaar moet je toch wel in acht nemen. 5 naar boven, 5 naar beneden. Ja, 5 boven, 5 naar beneden. En dan kijkt u ook nog naar de schedel, heb ik begrepen. Ja, dan hebben we dus ook nog de mogelijkheid om aan de hand van het schedel, ik heb daar voor 2 stukjes schedels meegenomen. Dit is een echt oorlogsslachtoffer. Dit is een echt... Met een kogelwond in het voorhoofd. Ja, inderdaad. Ja, in mijn vak kom ik dat natuurlijk ontzettend vaak tegen. Dat men dus duidelijk kan zien wat de doodsoorzaak is geweest. Maar hier op het schedeldak vinden we dus een aantal schedelnaden. Ja. En wij kunnen dus zeggen van een persoon, in dit geval is het bijvoorbeeld ook van een man van 42 jaar, waarvan de bovenste naad, die dwars over de schedel heen loopt, helemaal vergroeid. Ja, op die dicht. Leeftijd. Die groeit dan helemaal dicht. Want als we dan verder teruggaan, en ik hou deze ernaast, zien we dus dat dus al die naden helemaal open liggen. Dit is van een kind. Dit is van een kind. En die schedeldaken, die hebben allemaal losgelegen. Nou, na verloop van tijd gaat het naar elkaar toe groeien en dan staat inderdaad een echte naad. En hoe ouder men nu dus wordt, hoe meer ook die vergroeiing van die naad tot stand komt. Ja. En hoe lang gaat dat groeiproces, dat dichtgroeiproces van die naden door? Dat gaat door tot een jaar of 70, 80, tot het einde van ons leven. Ja, ja. En nou legt u zaagt het pijpbeen open en dan komt u tot de conclusie, u kijkt naar de schedel en die twee samen, plus wellicht nog wat andere dingen, brengen u op een bepaalde leeftijd. Nou, inderdaad, maar de tanden kies natuurlijk ook ontzettend belangrijk. De slijtage. De slijtageverschijnselen die dus optreden. Ik noem maar zo iemand die een verstandskies doorbreekt, dan weten we dus dat hij op 18-jarige leeftijd is gekomen. En bijvoorbeeld iemand met een kunstgebit, daarvan zeggen we nou, die zou wel op een leeftijd van 45, 50 jaar gekomen zijn. Want het is ongeveer de leeftijd waarop men toch tegenwoordig aan een kunstgebit toe is. Oké, nou terug naar de identificatie op een wat, laten we zeggen, gaan van serum. U doet ook aan schedelprojectie, heb ik begrepen. Ja, schedelprojectie. Vertel eerst eens wat het is, daarna zullen we er even naar kijken. Want ik heb begrepen dat we dat in beeld kunnen brengen. Ja, ik heb bijvoorbeeld een schedel. Ik noem eens wat. Deze schedel heb ik gevonden bij een opgraving. Ja. En ik heb van familieleden bijvoorbeeld een foto gekregen. Ik maak een dia van de schedel. Ik maak een dia van de foto. Onder dezelfde hoek. Ja. En dan probeer ik dat op elkaar te projecteren. En als het goed is en het is dezelfde persoon, dan hoort dat samen te vallen. Laten we eens even kijken. Hier is een persoon. Ja, hier heb ik dus een geval van een Duitser die ik opgegraven heb. Dat heb ik op elkaar geprojecteerd. En als je dus ziet hoe dat over elkaar heen zoeft, dan blijkt dat precies op elkaar samen te houden. Je ziet dus ook precies die bovenkaak ophouden daar. Ja. De ogen zitten precies op de juiste plaats. En de vorm van de schedel. Dit is de schedel van deze man? Dit is de schedel van deze man. Daar was nog een bijzonderheid bij dat deze ook nog een hoektand aan de linkerkant van de neus had zitten. En dat was voor ons 100% doorslaggevend. Want dat is natuurlijk in ons werk bijzonder belangrijk dat we 100% zeker zijn van onze identificatie. Ja. Bij twijfel dan gaat het gewoon niet door. Is het waar dat u achteraf aan de hand van botjes kunt vaststellen of iemand links of rechtshandig geweest is? Ja, iemand die rechtshandig is, bijvoorbeeld een sportman die dus echt de rechterarm flink gebruikt, daarvan is het bot beter ontwikkeld, is veel steviger gebouwd. Dat zie je terug, ik zou me kunnen voorstellen dat je het in spieren ziet, maar je ziet het ook in, je vindt het inderdaad in botten terug. Terug in botten. U had het net al even over dat gebit, hè? Er is nu in de kranten veel te doen geweest naar aanleiding van die zaak Mengele. Men zegt de laatste gebitsinformatie die we hebben dateert uit 1938. Dat is zo goed als waardeloos. Is dat zo? Ja, dat is inderdaad niet te gebruiken. Daar zitten toch een dertigtal jaren tussen dat we zeggen, nou, dit is niet te gebruiken. Je moet echt recente gegevens hebben om daar tot een vergelijking te kunnen komen. Als je nou recente gegevens hebt, hoeveel waarde heeft zo'n tandartse kaart dan? Als men dus regelmatig de tandarts bezoekt en het is bijgehouden, dan
zijn wij zelfs in staat, zelfs nog beter dan een vingerafdruk, om met behulp van een gebitsregistratie een identificatie tot stand te brengen. Dat heeft bijvoorbeeld de Tenerife-ram ook vastgesteld, ook bewezen. Ja, ik kan dat niet zo goed, getalsmatig kan ik dat niet zo goed nagaan. Ik bedoel, je hebt zo weinig tanden in kiezen. Ik bedoel, er moeten toch duizenden mensen rondlopen. Nou, in mijn geval is het heel onwaarschijnlijk met Maarten. Ik bedoel, bij een gewoon mens dat zijn tanden een beetje zorgvuldig heeft... heeft behandeld, er moeten toch duizenden mensen met dezelfde soort gebit rondlopen? Het is namelijk zo, we hebben allemaal 32 tanden in kiezen, inclusief dus de verstandskiezen. En een tandarts die heeft de mogelijkheden om op ieder element vullingen aan te brengen. En ieder element heeft 5 vlakken. Als ik dat dus nu ga uitrekenen om dus dezelfde persoon tegen te komen met hetzelfde gebit, dan zou ik dus een berekening kunnen maken van 32... tot de macht 5, want we hadden gesproken over 5 vlakken. Dat zijn miljoenen. Dat zijn miljoenen. Ja, ja. En ik ben nooit iemand tegengekomen met hetzelfde gebit. Maar u hebt dan wel een recente tandartsenkaart nodig? Ja, in mijn vak beschik ik over recente tandartsenkaart, omdat wij dus als militair gewoon verplicht zijn om elk half jaar naar de tandarts te gaan. Dus precies. Ik kan beschikken over 2,5 miljoen tandartsenkaarten. En de mensen die bij de graafdienst terechtkomen zijn gesneuvelden in Wereldoorlog 2. En dat was voor een groot gedeelte van alle dienstplichtige en beroepsmilitairen zijn die kaarten voorradig. Ja, alle landen hebben dus de vermiste lijsten bewaard en daar zit altijd een tandartsenkaart bij. En bijvoorbeeld ook nog het medisch archief, waar bijvoorbeeld iets terug te vinden is over botbreuken, over vergroeien. Kortom, alles wat is met die persoon gebeurd is. Nou, de laatste vraag, mijn jongen. Bij Mengele is dat hoogst waarschijnlijk, want dat weet niemand. Want daar komen zoveel belangen bij kijken. Maar hoogst waarschijnlijk is het zo dat er niet een perfecte hoeveelheid informatie ter beschikking staat van de mensen die zouden moeten identificeren. Kom je dan ooit verder dan een waarschijnlijkheidsverklaring? Denkt u dat ooit met zekerheid iemand, een deskundige, een van uw vakgenoten, het voor het front van de wereld zal durven om te zeggen, dit is hem en ik weet het absoluut zeker? Zonder recente gegevens is het niet mogelijk om zo de identificatie tot stand te brengen. Ik heb al gezegd, bij twijfel gaat een identificatie niet door. Dus je moet dus 100% zeker zijn om dus te kunnen beweren dat het hier gaat om die betreffende persoon. Als we dus van Mengele niet meer weten dan de kranten ons tot dusver verteld hebben, valt er niks positief te identificeren. Zeker weten. Als er bij de een of ander nog kennis berust die openbaar gemaakt kan worden, of als autoriteiten al kennis hebben, dan, die ze voorzichtigheidshalve niet hebben laten naar buiten komen, dan zou het eventueel wel kunnen. Dan zou ik het willen wagen om te proberen met mijn methodieken de identificatie tot stand te brengen. Als hij inderdaad overleden is, hij ligt in het graf, dan denk ik dat ik goede kans heb om het te bewijzen. Als u maar genoeg weet. Als ik maar genoeg weet. Ja, akkoord. Heel hartelijk dank voor uw uitleg. Ons tweede gesprek gaat over dementie. Over hoe je dat wordt. Over wat het met je doet. En over hoe heel veel mensen het in werkelijkheid helemaal niet zijn en er wel voor worden aangezien. Uit de gesprekken die ik zo meteen ga voeren zal blijken dat er alleen al in ons land duizenden dementen leven die helemaal niet dement zijn. Of in ieder geval niet dement waren toen de oorspronkelijke diagnose werd gesteld. Aan tafel 2 artsen die daar graag verandering in willen brengen. Dr. Braam en dokter Terhaar. Goedenavond. Ja. We zullen het de hele avond hebben, heren, over de ziekte van Alzheimer, die dementie tot gevolg heeft. Meneer Braam, kunt u me vertellen wat dat precies voor een ziekte is? De ziekte van Alzheimer is een hersenziekte. Een ziekte waarbij langzaam de hersencellen verouderen, verloren gaan, waardoor het geheugen langzaam slechter wordt, oriëntatie in tijd verloren gaat, de weg kwijtraken, et cetera. Weet je dus hoe het komt? De oorzaak van deze ziekte is niet bekend. We hebben wel een paar theorieën, maar geen van die theorieën is ooit bewezen tot nu toe. En kun je er iets tegen doen? Omdat we niet weten wat de oorzaak is, kunnen we de ziekte ook niet echt genezen. We kunnen wel met een behandeling de verschijnselen enigszins tegenhouden. Als je nou iedereen die voor dement wordt gehouden in Nederland bij elkaar telt. Hè? Dus de dementen en de mensen die het niet zijn, maar er wel voor worden aangezien. Hoeveel heb je er dan? Pakweg 300.000. En hoeveel, meneer Haar, lijden daarvan echt aan die ziekte van Alzheimer? Ik denk een 150.000 tot 170.000. Dus de helft of iets meer? Ja. Kun je eigenlijk zeggen dat alle anderen geen echte dementen zijn?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar kijk, we hebben sprake over de ziekte van Alzheimer. Je kunt lijden aan de ziekte van Alzheimer en dan heb je verschijnselen als een dementie. Ja. Die verschijnselen van dementie kunnen door alle mogelijke oorzaken ontstaan. Maar dan ben je nog niet dement. Zoals hoesten een verschijnsel is van een heleboel verschillende ziekten. 50 jaar geleden zei iedereen als je hoestte, oh, dat is tuberculose. Ja. Nu weten we dat het maar in zeldzame gevallen tuberculose is. Maar het kan als oorzaak hebben bijvoorbeeld iets aan je longen, maar ook iets aan je hart, rokkershoestje. Zo is het ook met verschijnselen van een dementie. Ongeveer 50-60% is een gevolg van de ziekte van Alzheimer. Dan blijft er dus een 40% over en dat is verschillende oorzaken. Van die oorzaken is een aantal absoluut behandelbaar. En dan verdwijnen dus de verschijnselen. Die mensen zijn volstrekt te genezen dus? Die zijn volstrekt te genezen. Ja. En een ander deel? Een ander deel is niet te genezen, omdat er toch hersenweefsel verloren is gegaan en het dus niet meer mogelijk is om alle functies volledig te herstellen. Maar dan kun je misschien nog wel het proces van voortgaande verslechtering onderbreken en zorgen dat de patiënt er niet slechter mee op wordt. In een aantal gevallen wel, in een aantal gevallen niet. Er zijn een aantal, heel simpel bijvoorbeeld, wat de meeste mensen nog altijd denken, is dat dementie ontstaat door aderverkalking in de hersenen. Ongeveer 10% van de mensen die een dementieel syndroom hebben, die dus verschijnselen vertonen, is het een gevolg van het verval van hersenweefsel ten gevolge van vaataandoeningen. Nou, wanneer het hersenweefsel vervallen is, kun je er niets aan doen. Maar we weten allemaal welke factoren invloed hebben op je bloedvaten. Roken, inspanning, te veel eten, nou, vult u maar in. En dat zijn natuurlijk allemaal factoren waar je wel wat aan kunt doen. Zodat we mogen verwachten dat het aantal mensen met aandoeningen, met dementiële verschijnselen ten gevolge van bloedvataandoeningen in de toekomst zal afnemen. Nou, laten we eens even op een rijtje zetten voordat we naar de tribune gaan. Van alle dementen in Nederland is 50% of iets meer veroorzaakt. Hè? De ziekte is in 50% of meer van gevallen veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. En in 40-50% door andere oorzaken waarvan een groot deel te behandelen is en waarvan de mensen dus te genezen zouden zijn als we in de gaten zouden hebben wat er werkelijk aan de hand was. Precies. Mevrouw van Gils, goedenavond. U zit naast uw tante Wies. Kunt u eens beschrijven hoe uw tante eraan toe was op het dieptepunt van alle ellende die ze heeft meegemaakt? Nou, heel slecht. Was de, ja, helemaal niet bij de tijd. Ze deed niks, dus bidden. En heel hard roepen. En allemaal zuster en ja, de namen noemen van de mensen die ze opkwamen zoeken. Mm-hmm. Nou, en dan moest ze op een gegeven moment moest ze zo naar de markt, want ze moest boodschappen doen. Nou, en er liep de twee passen en hij zei, nou heb je de boodschappen gedaan, want de winkels zijn zo dicht. Nou, dan was het goed. Nou, en dan zeggen ze, in het ziekenhuis was ze toen, in het Carolus in het bos dan. Nou, en dan was ze uit bed, in de stoel, met een band om. En dan werd ze tussen de tafel en de stoel en dan het bed tegenaan. Dan kon ze nergens naartoe. Maar ja, niks is roepen. Er was geen gesprek mee te voeren. Ze was er echt slecht. Echt, helemaal was ze van de kaart. Ja. En in het ziekenhuis zei men, ze is dement. Ja. Even naar tante Wies. Mevrouw Meeuws, ik ben blij dat u hier zit, dat ik gewoon met u kan praten, dat u me kunt verstaan en dat u antwoord kunt geven. Waaruit maar meteen blijkt dat u niet dement bent. Wat was eigenlijk de oorzaak voor die hele periode van ziekte? Ja, ik zal eens vertellen. Ik was gevallen en toen ben ik 2 keer geopereerd aan mijn arm. En daar denk ik dat ik niet goed van ben geworden. Volgens uw nicht is er ook een periode van hele vervelende dingen aan dat vallen voor afgegaan. Hè? Uw man is gestorven. Ja. En in de familie ging het niet helemaal goed. Heeft dat er volgens uw gevoel mogelijk mee te maken gehad? Nou, met mijn familie heb ik nooit niks gehad. Nee, maar die familie van... Van de dingen? Oh ja, maar dat is toch niet erg dus. Nee? Ja. U denkt dat het zuiver en alleen van het vallen is gekomen? Ja. Kunt u zich nou iets herinneren uit die periode dat het slecht met u is gegaan? Ja, ik weet wel dat ik niet goed geweest ben, maar ik vind toch niet dat het zo erg is geweest.
Het is heel leuk. Tante en nicht verschillen van mening over hoe slecht het nou met tante ging. Uw nicht, vond ik, had wel een sterk voorbeeld. Ze zei, weet u wel dat u een week bij mij gelogeerd hebt? Kunt u zich dat herinneren? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Dus er zijn periodes geweest in die tijd waar u zich niks meer van kunt herinneren? Ja. Mevrouw van Gils, wie was nou eigenlijk de slimmerik die in de gaten had dat uw tante, ondanks alles, toch mooi niet dement was? Nou, dat was die maatschappelijk werkster uit het ziekenhuis. Ja. Die zei op een gegeven moment, ze zegt, ze moet uit het ziekenhuis, want ze komt hier niet verder. Ja. Want ze kan er niet de hele dag bij haar blijven. Nee. Ze zegt op een gegeven moment, die moet ze, zal ik eens Boswijk bellen, Voorburg, in Vught. Dus ik zeg, ja, maar toen nou, ik zeg, je gaat ze toch niet in, want dat noemen wij een gekkenhuis. Hè, ten onrechte, maar ik weet wat er gebeurt, ja. Ik zeg, je gaat ze toch niet naar een gekkenhuis doen? Ik zeg, want dat doe ik niet. Ze zegt, ja, maar dat is niet zo, want er is, op Voorburg is er een aparte afdeling. En dan noemen ze Boswijk en daar worden die bejaarden, die demente bejaarden, dan geven ze therapie en ze geven ze vitamine. En er is een zekere dokter van Tichelen. En die gaat over een paar maanden gaat die terug naar Australië. En dan kan de tante, zegt ze, nog 2 maanden van die behandeling profiteren van dokter van Tichelen. Ja. Nou, ze zegt, zal ik het eens proberen? Ik zeg, ja, als het niet anders kan, hier komt ze ook niet vooruit niet in het verder. Ziekenhuis. Nee. Dus ze had dan met die dokter gebeld. Er is nog 14 dagen overheen gegaan eer dat ze dan kon komen. Nou, toen belde ze op een gegeven moment op dat we ze konden brengen. Nou, ik schrok er wel van, want het is voor ons altijd nog een heel raar idee om naar Voorburg gebracht te worden. Nou, toen kwam ze eraan en wij zaten in die wachtkamer en toen komt dokter van Tichelen binnen. Dus, u bent mevrouw Meeuwis, ja. Hij zegt, steekt uw tong eens uit. Nou, ze steekt de tong uit. Toen zegt hij, nou, u hebt vitamine B12, meen ik. Dat hij zei, nodig. En dan help moeder, ik help moeder bovenop. Heeft hij het gedaan? Ja. En hij heeft het in gedaan. Hoeveel tijd? Ja, in, ik denk, zowat 3 maanden. Nou, en toen dat heeft lijkt, het ziet eruit als een wonder, denk ja, ik. Ja, het is ook een wonder, want die maatschappelijk werk, ze zei ook, die dokter die verricht wonder met die oude mensen. Ja. En het is ook zo. Nou, dat zullen we zo meneer Ter Haar vragen. Meneer Ter Haar? Ja, ik vind dat wel. Eerlijk. Een wonder is natuurlijk niet, hij weet gewoon wat hij doet. Ja. Hij weet waar hij naar zoekt. Ja. Meneer Ter Haar, in wezen gaat het hier om een diagnosefout. In het ziekenhuis is ooit een verkeerde, men heeft het mens aangezien voor dement, wat ze gewoon niet was. Is die dementiediagnose nou zo moeilijk te stellen of zijn die collega-artsen zo stom? Het is inderdaad uitermate moeilijk te stellen. En dat heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats, het werkelijk stellen van de diagnose is daarom zo moeilijk, omdat het altijd gaat op een samenkomen van een aantal verschijnselen. Mm-hmm. Je kunt niet het in het laboratorium bepalen. Je moet dus een aantal verschijnselen hebben. Verschijnselen die eigenlijk stuk voor stuk door andere oorzaken veroorzaakt kunnen worden. Lichamelijke oorzaken zijn nu net al genoemd. Bijvoorbeeld een vitaminetekort. Ja. Dat komt voor. Het kan ook een andere oorzaak hebben. Iets aan je hart of aan je nieren, aan je schildklier. Maar kortom, het is dus heel moeilijk. En niet alle collega-artsen zijn er goed voor opgeleid, goed voor getraind om dat aan te kunnen. Ik denk dat je dat heel rustig kunt stellen, ja. Daar komt bij dat ieder mens reageert op een eigen manier ook op de problemen die op zijn in zijn leven komen. We weten het allemaal dat we door bepaalde gebeurtenissen vooral die ons erg aangrijpen, rouw bijvoorbeeld, omdat we iemand verliezen die ons dierbaar is, dat we dan wat we noemen een vernauwd bewustzijn krijgen. Alles eromheen verdwijnt als het ware. We zijn gefocust op één ding. En dan vergeten we alle mogelijke dingen. Wanneer men dan niet weet wat de oorzaak is, ja, dan kijkt men er langs. Nee, het is wel duidelijk dat u uitlegt dat het heel moeilijk is, maar u kunt het en meneer Braam kan het en nog een paar mensen kunnen het, maar niet alle artsen kunnen het goed zo'n diagnose stellen. Wat me nou bijzonder intrigeert, deze mevrouw is teruggebracht tot helderheid. We zullen straks nog met een andere mevrouw praten bij wie dat ook gebeurd is. Lukt dat altijd? Nee, dat lukt lang niet altijd. Ik wil er 2 dingen van zeggen. U zegt er is een klein aantal. Ik denk dat dat aantal groeiende is. Ik ben zelf ook zo langzamerhand wat ouder. In de tijd dat ik studeerde werd er eigenlijk nauwelijks iets over verteld. Men had allemaal het idee, de ouderdom komt met gebreken. Ja. Dat hoort erbij, dat is de algemene opvatting bij iedereen en ook bij de artsen. Dat verandert nu,
zodat er duidelijk veranderingen zijn. Dat is toch een belangrijk punt. Een tweede punt is, zegt u, kan iedereen weer beter worden? En dan moet ik zeggen, nee, het spijt me wel. Want twee zaken, in de eerste plaats, ik noemde het al eerder, daar waar hersenweefsel verloren is gegaan, kunnen we geen nieuw in de plaats brengen. En in de tweede plaats, wanneer iemand langdurig een gedrag als een dementie heeft gehad en vertoond, dan roest dat als het ware vast. En dan is het niet meer mogelijk om dat helemaal terug te draaien. Als je maar lang genoeg voor dement versleten wordt, word je het uiteindelijk ook. Of althans, dan zit je echt vast. Ik denk dat je het zo wel zou kunnen zeggen. Een beetje populair, maar ja. 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 Dat mag wel op de televisie, vind ik, hoor, soms. Dat geeft soms veel duidelijkheid. Ik zeg dan ook geen nee. Nee, okay. Zeg, meneer Braam, om het echt heel duidelijk te zeggen, kun je zeggen dat er in dit land duizenden dementen rondlopen die dat niet zijn of niet hadden hoeven zijn? Dat kun je rustig stellen, ja. Ik ga nog tienduizenden misschien. Tienduizenden misschien wel. Ik ga naar mevrouw Leufkens. Goedenavond. Mevrouw Leufkens, ja, ik mag u wel vragen. Hoe oud bent u? Erg hoor. Nou, doe maar. 81. En kunt u me vertellen hoe u woont? U woont niet meer in een eigen huis, hè? Nee. Waar woont u? Waar woont u? In een bejaardenhuis. In een bejaardenhuis. Voelt u zich helder? Kunt u kranten lezen? Oh ja. Lezen? Doet u dat ook? Ja. Nou, bent u een hele tijd ziek geweest, hè? Ja. Weet u daar nog iets van? Nee, niet veel meer. Dat is weg. Ja. Naast u zit uw dochter, mevrouw de Waard. Kunt u eens beschrijven hoe uw moeder er aan toe was in die periode van ziekte? Nou, ontzettend slecht. Ze kon niet eens mezelf eten. Ze lag met haar hoofd op de tafel en ze herkende niemand, de kinderen niet en ons niet. Dus ze is er echt heel erg slecht aan toe geweest. Bijna was ze naar een verzorgingshuis gegaan. Ja. Omdat ze er in het bejaardenhuis niet meer konden handhaven. En wat zeiden ze in dat bejaardenhuis op de zieke zaal? Ze is dement? Ja, ze werd voor dement aangezien, ja. Maar ik denk dat ze helemaal niet dement was. Waarom vond u dat? Ja, omdat het heel plotseling gegaan is. Ze is altijd heel vrolijk geweest. Ze was heel depressief en ze had nergens meer zin in. En het was echt heel iemand anders geworden. Dat kon ik gewoon niet aanvaarden, dat iemand van de ene week op de andere zo om kon slaan. Dat vond ik heel gek eigenlijk. Ja. En beviel u ook niet de hoeveelheid medicijnen die uw moeder te slikken kreeg? Nee, dat was een ongelofelijke hoeveelheid. Kunt u het eens voorlezen? Ja, ik zal het even voorlezen. Ik begrijp dat u een spiekbriefje nodig hebt, want geen mens kan dit onthouden. Het was nogal veel. Aldomet, een pil tegen blaasontsteking, Persantin, Melarette, kalmerende middelen dus, Truxal voor de nacht, Acidrex, Higroton, Indocit, soms Voparin en nog wat Valium. Meer niet. Ja. Ja. Bij de avondmaaltijd halve porties. Want, Ja, verschrikkelijk. Hoeveel pillen krijgt ze? Nou, het waren heel wat. Ik denk een stuk of 14 per dag of zo. Het is even minder geweest, maar... Wat hebt u nou gedaan met uw moeder? Ja, ik begon een beetje argwanend te worden voor die tabletten. En ik had toen een uitzending gezien van dokter Braam op de televisie. Dat ook over B12 en taurisine ging. En toen heb ik dokter Braam opgebeld en die heeft mijn moeder heel goed onderzocht. En vastgesteld dat ze zo slecht eigenlijk niet was. En die heeft toen ook voorgesteld om een heleboel tabletten die ze slikte langzaamaan te verminderen. En te beginnen met een B12-behandeling en taurisine. Nou, ze knapte binnen een maand al heel erg op. En ja, u ziet het. En de bent kan geen kranten lezen, hè, denk ik, of wel? Kan iemand die echt... Nou, ze borduurt ook weer van alles en het gaat allemaal prima. Ja. En ze ziet u niet meer aan voor de werkster? Nee, beslist niet. En wel voor die tijd, hè? Ja, nou, misschien niet voor de werkster, maar ze herkende mij helemaal niet. Ze herkende niet, u niet? Nee. Ja. Niet altijd, maar heel vaak wist het niet. Ja. Goed, in hoeveel tijd is uw moeder nou opgeknapt dankzij de behandeling van... Ze was met een half jaar al een stuk beter. En nou, sinds een jaar is ze echt weer helemaal goed. Maar het gaat ziender ogen voor... Ja, ze is ontzettend opgeknapt. Ja, dat weet ze zelf best. Hoeveel van dit soort gevallen, meneer Braam, hebt u nou in de loop van de jaren kunnen helpen?
Nou, ik schat, ik heb een hele selecte groep in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat zijn toch al ergere gevallen dan in doorsnee. Maar pakweg 10-20% lukt dan. Ik dacht dat ongeveer 25-30% wel haalbaar zou kunnen zijn, zelfs. Ik wil eens even aan meneer Hogewerf vragen. Die is directeur van een verpleeghuis in Zutphen. Meneer Hogewerf, hoe vaak komt u nou patiënten tegen die van een huisarts of van een andere arts zoveel medicijnen hebben gekregen, of zoveel verkeerde medicijnen hebben gekregen, dat er een soort demente gedrag ontstaan is? In een groot verpleeghuis kom je dat wel ongeveer wekelijks tegen. En ik denk, als je uitgaat van het getal wat collega De Haar noemt, van 300.000 mensen in Nederland die aan het ziektebeeld in een of andere vorm lijden, dan kun je zeggen dat daar een kwart ongeveer van niet aan de echte dementie leidt, maar aan een beïnvloedbare vorm. Ik denk, dan kom je op een getal van 75.000, een kwart van 300.000. Ja. Als je daar 10% van neemt die dat beeld vertonen uitsluitend ter gevolge van geneesmiddelen gebruikt, dan denk ik dat je daar dicht in de buurt zit. En dan praat je toch over duizenden mensen in Nederland. Die dement zijn door de dokter? Door de geneesmiddelen. Ja. Door een fout die in dat circuit gemaakt wordt. Door het opstapelen van geneesmiddelen, soms van de specialist uit het ziekenhuis meegekregen. Hoe komt u aan die 10%? Is dat de natte vinger? Of? Dat is wat ik ongeveer in mijn eigen omgeving ervaar ook. En ik denk dat dat niet uitzonderlijk is. En u ziet die mensen in gelijke mate van specialisten vandaan komen met hele rijen verkeerde pillen, of in ieder geval hele rijen pillen, en ook van huisartsen? Ja, dat komt uit het ziekenhuis voor mensen die uit het ziekenhuis naar huis gaan en lijsten meekrijgen, maar ook in de bejaardenhuizen van de verschillende huisartsen die daar werken. Het komt altijd voor en overal. Houdt u het nou voor waarschijnlijk dat er ook nog op enige schaal dit soort fouten worden gemaakt in bejaardenhuizen en verzorgingshuizen, zoals het verhaal van mevrouw Leufkens? Bij de groep mensen die wonen in bejaarden- en verzorgingshuizen zeker ook, ja. Ik denk dat het percentage even groot is als van de thuiswonende bejaarden. U bent daar dus somber over? Ja. In die zin dat ik denk, als er maar meer voorlichting was en meer bewustzijn van deze mogelijkheid, dat daar best wat aan te doen zou zijn. Nou, één ding hebben we met z'n allen in ieder geval kunnen leren. De ouderdom mag dan met gebrek komen. Dit hoeft er niet één van te zijn. Als jouw vader of moeder vergeetachtig begint te worden en je zachtjes zorgen begint te maken, vraag dan eens aan de huisarts of hij echt goed wil kijken en accepteer niet bij voorbaat dat het wel met de leeftijd gepaard moet gaan. Hoe dan ook, er zijn nog veel meer dingen die moeten veranderen in dit verband. En vandaar het initiatief van de heren Braam en Ter Haar om de Alzheimer Stichting op te richten. Wat zijn nou de allerbelangrijkste prioriteiten van de Stichting Meneer Ter Haar? In de eerste plaats om de kennis die er op dit moment is over de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen, om die zo breed mogelijk bekend te maken. Bekend te maken bij artsen, in de eerste plaats de huisartsen, maar ook de artsen, andere artsen, maar ook bij verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen in de hele circuit van de bejaardenzorg. Dat is een van de eerste doelstellingen. Daarvoor proberen we om folders samen te stellen die naar de huisartsen gaan, informatiemateriaal, daar zal over gepubliceerd worden. In tweede plaats om de kennis over deze ziekten bekend te maken bij het grote publiek. Ook door folders, maar ook bijvoorbeeld dus op de hoogte te stellen van wat er aan literatuur op dit moment is, wat voor iedereen toegankelijk is, maar men kent het niet. In derde plaats om te proberen om de omgeving van de mensen die aan deze ziekte lijden. En nou, u heeft al gehoord, ongeveer 300.000 mensen. Nou, als iedereen... Nou, bijna iedereen in Nederland heeft ermee te maken, op de een of andere manier lijkt me. Ja. Dan begrijpt u wel dat het ongelooflijk veel is. Op het moment is het nog altijd zo, dat wordt een beetje weggestopt, onder de tafel geschoven. Je praat er niet graag over dat je vader of je man aan deze ziekte lijdt. En ik denk dat er daardoor ongelooflijk veel leed en zorgen en onbegrip ook is, waar een heleboel aan te doen is. En daarom moeten de mensen in het naar voren gehaald worden, contact met elkaar hebben, informatie krijgen van deskundigen. En dat zijn zo grofweg de belangrijkste doelstellingen. Ga je eigenlijk dood aan die ziekte van Alzheimer op de lange duur? Ja en nee. Laat ik zo zeggen. Ga je dood aan dementie? Er op rekenen dat de dementie als
factor bij het overlijden op het moment een van de allerbelangrijkste is, de derde in doodsoorzaken. Wacht even, 1 is hart- en vaatziekte? Ja. 2? Maligniteiten. Kanker? Kanker. En 3 is en dementie? En de derde is de dementie. Maar dan ga je niet regelrecht dood aan de dementie, maar door een vermindering van het afweersysteem ga je dan dood aan alle mogelijke bijkomende aandoeningen die veel ernstiger zijn, omdat de hersenen niet meer werken en niet meer de seinen uit het lichaam opnemen. Maar die dementie wordt heel vaak veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. En die ziekte van Alzheimer is zo weinig onderzocht dat we niet eens weten hoe die ontstaat, wat die doet, en we kunnen er niet eens wat tegen doen. Dat klopt. Waarom onderzoekt, waarom doet niemand daar onderzoek naar? Waarom doet niemand onderzoek naar? Ik denk om een aantal redenen. In eerste plaats, omdat nog altijd het idee bestaat dat er toch niks aan te doen is. En dan heeft men erg weinig interesse erin. Ik denk in de tweede plaats, omdat er algemeen een negatief beeld van de ouderdom is. Ik wil graag de eerste ontmoeten van 40 die niet alles een keer gezegd heeft van ik merk dat ik oud word, kan niet meer goed onthouden. Dat hoort erbij. Zo ingeslepen zit. Dat is er zo ingeslepen bij iedereen. Dat ouderdomsziekten zijn niet interessant in eerste instantie. Maar Brahms is een uitzondering? Was een uitzondering. Ja, ja. Dat is goed nieuws. Ja, maar ja, dat is ook goed nieuws. Er zijn veel meer jongeren die zich ermee bezighouden. Ik heb nog één gast op de tribune die ik graag een vraag zou willen stellen. Dat is mevrouw Nijhoff. Zij zat een aantal maanden geleden hier met een heel triest verhaal over haar moeder, die volgens haar zoveel verkeerde medicijnen kreeg dat ze raar dement gedrag vertoonde, dat volgens u mevrouw Nijhoff nergens op sloeg en uitsluitend te wijden was aan die verkeerde medicijnen, of voornamelijk, hè. Ik heb u moeten condoleren. Uw moeder is inmiddels helaas overleden. U hebt toen een dikke stapel brieven van ons gekregen, een paar weken na de uitzending van allemaal mensen die hebben gereageerd, omdat u zei, ik wil een belangenclub oprichten om ervoor te zorgen dat al die artsen die niet willen luisteren, want daar ging het in die uitzending om, al die verpleegkundigen die niet willen luisteren, naast alle goeie die er natuurlijk ook zijn, die moeten een clubje tegenover zich vinden. Een sterke club van mensen die elkaar kunnen steunen en helpen. Is die club er al? Na de uitzending heb ik een groot aantal reacties gekregen, waaronder reacties van mensen die mee willen helpen om te gaan praten hoe kun je dit concreet gestalte geven. Het blijkt dat daar nog wel wat complicaties zijn, omdat er 180 verenigingen in Nederland zijn die op een of andere manier hun best doen om de belangen van die mensen te gaan behartigen en wij niet nummer 181 of zoveel willen worden, die op een gegeven moment toch niet dat doel kan bereiken. We zijn aan het praten. Ik hoop dat er heel binnenkort concreet gestalte aan wordt gegeven. En dan zullen we de mensen die gereageerd hebben dat zeker laten weten. Mensen die nu nog zouden willen reageren. Ik denk dat dat via de AFRO gewoon door kan komen. Ja hoor, net als de vorige keer. Die hele zak komt alweer naar u toe. Ja. En aan u de laatste vraag, meneer Braam. Wat doet u voor mensen die nu, naar aanleiding van deze uitzending, en u bent ter haar is duidelijk geweest, u hebt gezegd, heb niet te veel illusies, wie jarenlang, misschien ten onrechte, als dement is aangesproken, behandeld, de kans is dan heel klein dat die nog terug te brengen is tot de oude helderheid, de helderheid van vroeger. Maar ik kan me voorstellen dat er toch mensen zijn die nu een probleem hebben, die nu wantrouwig zijn over de diagnose die gesteld is. Waar gaan die met hun vragen naartoe? In principe adviseer ik toch dat die mensen hun eigen huisarts bezoeken. Die krijgen net uitgelegd dat die het nog niet weten allemaal. Dat is zo. Gelukkig zijn er veel huisartsen die het wel weten. Ja. Wij hebben als stichting een informatiemap samengesteld met allerlei adviezen over het onderzoek wat een huisarts kan doen en wanneer hij wel, wanneer hij niet moet doorverwijzen. Dat komt over een paar weken bij de huisarts in de bus. Dus de mensen moeten niet meteen morgen naar de huisarts gaan, maar de komende weken. Verder is het zo dat de stichting een aantal brochures gaat uitgeven. Die kan men bij de stichting aanvragen. Daar staat bijvoorbeeld wat adviezen in over hoe herken je de verschijnselen. Wanneer zou je beslist naar de huisarts moeten. Dus informatie is er binnenkort ook bij de stichting. Helaas is het er vandaag nog niet. Dat duurt nog een week of 2-3, maar goed. Dus de huisarts, kom je er niet uit, dan kan iedereen zich altijd tot onze stichting wenden met het probleem waar die mee zit. En als je er dan nog niet uitkomt, dan mag je een persoonlijke brief aan u schrijven? Of aan dat mag zeker, ja. Het adres van de stichting laten we zien na beëindigen van dit programma. En dat was nu. Dit was het.
Bedankt voor het kijken, niet alleen vanavond, maar ook een heel seizoen lang. Wij gaan op vakantie, we komen wel terug. Vanaf 4 oktober weer elke week, alleen dan vast op de vrijdagavond. Graag tot dan, goedenavond. Diegenen onder u die donateur willen worden van de Alzheimer Stichting kunnen minimaal 10 gulden per jaar overmaken op gironummer 47 38 698 ten name van Alzheimer Stichting in Oostermeer. U krijgt dan automatisch alle informatie thuisgestuurd. Heeft u vragen over dit onderwerp, schrijf dan naar Alzheimer Stichting Postbus 5 9260 AA in Oostermeer. We zijn er doorheen, althans wat onze televisieuitzending betreft, want op de radio gaan wij nog de hele nacht en ook morgenochtend door. Ik attendeer u graag op AVRO's Zomerservice, een programma morgenochtend tussen 6 en 9 uur, waarin actualiteiten, weer- en verkeersinformatie, nuttige tips en heel veel goede muziek. Op televisie zijn we er weer aanstaande vrijdag vanaf 10 minuten over 7 op Nederland 2. Voor nu wens ik u allen een goede nachtrust toe en we hopen dat u vrijdag weer op de AVRO afstemt.